Nou, het crossbos is dus bijna af en we gaan hier beginnen op het hek. We lopen even het rondje. De waterpark is nog niet helemaal vol, maar we willen jullie al graag even het rondje laten zien. Dus let's go! Nou, dat is een mooie opening. Nou jij. Ja, dag. Ik kan er al niet langs lopen, joh. Het mooie landhek vanuit het andere bos. Daar hebben we ook, daar waren al hele mooie paden. Daar hebben we nog wat hindernissen staan. Maar vanuit het andere bos hebben we een pad gemaakt. En dan kunnen we dus hierheen over het landhek het bos in. Dan rijden we mooi rechtdoor. En dan komen we bij Roelands huis. Haha! We hebben hier een mooi huisje. Het is altijd een beetje spannend voor de paarden omdat deze rood met wit is en niet de natuurlijke kleuren zoals de rest. Dus vaak kijken ze hier iets op. Wat dus heel mooi leerzaam is. Het zit er mooi opgesloten. Dus ja, we kunnen mooi mee trainen. Ik ga er omheen proberen te lopen. Het lukte! Nou, we hebben hier een iets technischere combinatie neergezet. Een heggetje met 3 gelofsprongetjes voor een pony en 2 gelofsprongen voorwaarts voor een paard. En het is dus belangrijk dat je mooi recht erin komt, goed kijkt naar de tweede. En dan kun je dus leren dat je van een bredere hindernis naar een smallere hindernis in een combinatie rijdt. Want dan kom je natuurlijk in je cross ook tegen. Kunnen wij de paarden mooi leren, kunnen de klanten mooi rondrijden, kunnen we mooi meer les geven. Dus dat is super. Spring er overheen dan. Ga jij zelf even lekker. Ja, ik dacht dat dat een ding werd. Oké, nog één keer dan. Nou jij, hou ik de camera vast. Nee. Kom op, één keer. Dat willen mensen niet zien. Oh. Ik wilde zeggen, ik ga wel door de volgende, maar dat is de waterbak, dus laat maar. Ja, hij is nu droog, dus nu kun je dat doen. We hebben hem, eerst wat kleiner, we hebben hem wat groter gemaakt, omdat ik vond dat dat nodig was. Ik ben er zelf wel heel trots op, moet ik zeggen. Heel blij met het eindresultaat, want hij is echt gaaf geworden. Wat mooi water. Mooi hè? Mooi hoor. Klopt. Maar moet je je voorstellen dat dit dus helemaal vol met water is. Dan kom je daar lekker over die heggetjes gegalopeerd. Jongen, doe dat niet zo bij de hand. Je weet toch hoe diep een waterbak is? Oh ja. Nou? Zo diep als deze. Nee, nu zit er geen water in, dus hij is niet diep. Ja, hoeveel water zit er in een crosswaterbak? Tot aan de rand daar. Weet ik veel. 20 tot 40 centimeter. Ja, je ziet. 20 tot 40 centimeter. Ik wist het wel. Maar dus nagaan dat hier dus lekker zo water is. Dan kom je uit het bos gegalopeerd. Je hebt mooi die combinatie gehad. Een paar mooie hindernissen. En dan kun je hier dus heel mooi het water trainen met je paard. Het is mooi opgesloten. Het is iets donker. Wat natuurlijk het niet makkelijker maakt. Maar wel heel leerzaam is voor de paarden. Van waar daar dat... Ja, dat is een klein dingetje van ons. We hebben een terrasje gemaakt, daar komt een zitje. En daar houden we de vrijdagmiddagborrel. Ja. En dan ga jij dus op paard er doorheen crossen. Ja, daar. Ik ga daar wel aan de borrel. Nou ja, dan spring je dus een klein opsprongje het water uit. Dat vind ik persoonlijk heel gaaf en dat is mooi om te trainen. En dan krijgen we hier een klein slingertje. Wat dus belangrijk is dat je hier weer mooi controle hebt, zodat je mooi naar dit smallere heggetje kan rijden. En dan hebben we hier een mooi heggetje, wat natuurlijk expres zo uitgeschoren is, net als het andere heggetje, om te oefenen dat je ook in een smallere heg en dat je niet aan die kant erlangs schiet, dat de paarden mooi meedenken naar de overkant. Nou, ik krijg hier nog iets anders super gaaf, waar ik ook heel trots op ben. En ja, dat is een mooie opsprong. En met de jonge paarden kun je dan rechtsaf eraf. Of met de jonge paarden ga je eerst via deze kant erop en oefen je het afsprongetje. En daarna hebben we deze hele vette afsprong. Dat is echt cool. Ah, ik ben er echt heel trots op dat we dit thuis kunnen oefenen en dat we dit hebben kunnen creëren. Het is hoog, man. Kom eens hier. Ik heb diepteangst. Ja, dat is al best. Ik heb diepteangst. Aardbeving in Wierden. Hij is wel gelijk een stuk lager nu ik er met mijn dikke pens op heb gestaan. Daar. Als het goed is houdt die hem redelijk stabiel. En wat nou dus het gave is, dan heb je die afsprong. En in een afsprong krijg je vaak toch weer een bochtje om naar een wat moeilijkere hindernis. Dus wij hebben hier ook een hele mooie punt neergezet om te oefenen. Dus kom je de afsprong af. Moet je mooie teugels weer op maat hebben, zelf in balans zitten. En dan kun je deze mooie punt springen.
Is die afsprong nou nog iets te moeilijk? Of moeten we daar gewoon nog wat langer voor trainen met paarden of met lesklanten? Dan hebben we een hele mooie andere optie. Want dan zou je dus gewoon de opsprong kunnen doen, daarna rechtsaf kunnen draaien. Of je rijdt langs de opsprong, als de opsprong ook nog te spannend is. En dan komen we dus bij dit mooie bankje uit. En dan spring je dit bankje rechtdoor op het pad. Dus dan kun je de opsprong doen, rechts eraf, mooi makkelijk, naar dit bankje. Of je rijdt rechtdoor naar het bankje. En dan gaan we verder en dan komen we om de hoek weer bij Roelands huis terecht. Kunnen we hier even pauze houden? Waarom wil je altijd pauze houden? Ja, bankje, zitten, biertje, zonnetje. Nee, er moet gewoon eerst gewerkt worden. Dus we gaan eerst nog even naar je huis. Ik word daar zo moe van werken. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Ja, we kunnen er wel wieletjes onder, man. Yes! Nou, dan eindigen we hier bij het huis van Roeland. En dan kun je daarna rechtsaf het hele rondje nog een keer doen. Of je gaat linksaf het hek over, weer terug naar het andere bos. Ja, dit is vakantiehuis van Roeland, hè? Mijn huis stond daar rechts. Ja, dat is je villa-wijk. Ja. Maar dit is dus ons gave crossbos. En we gaan het nog veel meer uitbreiden. Maar dit is een heel mooi begin. Ik ben er heel trots op. We moeten de paden nog iets glad maken. Er moeten nog vlaggetjes. Het waterpark moet nog vol. Dus er zijn nog genoeg dingen die we gedaan moeten hebben. En zoals je hoort zijn we dus ook nog druk bezig. We zijn volop in aanbouw. Het wordt steeds mooier. Maar we wouden jullie dit al graag even delen. Want we zijn er heel trots op. En we vinden het gaaf dat we dit thuis kunnen doen. Thuis les kunnen geven. Klanten kunnen ontvangen. Onze paarden wat kunnen leren. En we gaan er lekker veel plezier mee maken. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet langs te komen. En te subscriben. Deel het met al je vrienden. En dan zien we jullie snel. Doei doei! Nou, als extra bonus mogen jullie ook zien hoe het is als een paard over onze hindernis gaat. Dus veel plezier! Doei doei!